Hallo en welkom bij Limburgse Vloggen. Leuk dat jullie kijken. Vandaag gaan we 10 rare dingen bekijken die de meeste mensen niet kunnen. En waarschijnlijk kan jij het ook niet. Maar deze mensen, die kunnen het wel. Er zijn heel veel rare dingen. We gaan ze even bekijken en we geven zelfs tips om het te leren. Leer jij er ook een paar? Dat zou wel heel erg cool zijn, of niet? Als eerste, je wenkbrauw bewegen, maar dan apart van elkaar. Heel veel apen gebruiken dit om agressie te tonen. Maar de meeste mensen kunnen dit natuurlijk niet. Probeer het heel simpel door met je handen één wenkbrauw vast te pakken, terwijl je de andere wenkbrauw omhoog doet. Dus je doet met je handen de truc en dat probeer je zelf te leren uiteindelijk zonder handen je wenkbrauwen te bewegen. Het is net als fietsen zonder handen. Probeer het lekker voor de spiegel uit. Het is natuurlijk heel grappig. Nu je eigen elleboog likken. Iedereen weet gewoon zeker dat niemand het kan. Maar 90% klopt dat ook, want maar 10% van de mensheid kan dit. Probeer het maar eens. Niemand kan het leren. Het is gewoon iets wat je moet kunnen. En wereldrecord staat op 5 keer je eigen elleboog likken. Dat is best wel cool. Kan jij het al je eigen oren laten bewegen? Bijna niemand kan dit. Maar wetenschappers hebben gekeken waarom. Nou, het is heel simpel. Je orenspiermassa zit apart van de rest van je spieren aan je hersens. Heel raar. Het is een klein gedeelte in je hersens, maar bij sommige mensen is het groter. Dus als je gelukkig bent, heb je dit. Maar hier zijn een paar tips. Probeer je wenkbrauwspier lekker heen en weer te bewegen. En een hele brede lach. Dat werkt ook wel. Ook moet je tanden proberen tegen elkaar aan te duwen. En dan beweegt het vanzelf een beetje. Probeer het heel vaak. En vanzelf lukt het wel hoor. Maar niet te veel lachen. Anders zie je er veel te mooi uit jong. En niet je tanden kapot maken. En nu. Je eigen neus of kin likken. Dit is toch onmogelijk. Het is heel cool. En maar 10% van de mensheid kan dit. En er zijn 5% meer mensen die rare dingen kunnen, zoals die rare yoga oefeningen. Maar als je gelukkig bent, kan je lekker je tong tegen neus of kin. Maar je kan jezelf ook leren. Probeer zo ver mogelijk. En probeer je bovenlip tegen je tanden aan te duwen, terwijl je tong naar buiten duwt. En dan probeer je er overheen te werken met je tongspieren. Maar probeer het echt niet voor de spiegel, want het ziet er heel raar uit. Oh ja, dat moet je ook echt niet doen. Nu, de vinger die niet werkt. Doe het even zo als je hier op het filmpje ziet. Nu probeer je duim, wijsvinger en ving tegelijk omhoog te doen. Dat is heel makkelijk. Maar probeer nu als je ringvinger. Is dat mogelijk hè? Dat gaat niet. Ben je nou aan het proberen? Dat kan niet. Ja, probeer nog maar een keer. Het werkt niet, want je spieren die zitten net raar in je hand in elkaar gezet. Dat is gewoon bijna onmogelijk. En nu iets heel simpels. Je tong in een rondje maken. Maar heel veel mensen kunnen het eigenlijk wel. Vroeger kon het helemaal niet. En sommige mensen kunnen het nog steeds niet. Ik vind het niet moeilijk. Maar ja, tegenwoordig leren heel veel mensen het. Want het is erfelijk. Ken jij dan? Zeker? En nu lekker jezelf gaan kietelen. Iedereen vindt het lekker om te kietelen. Je wordt gekieteld of je kietelt zelf. Maar op een of andere manier kan je zelf niet kietelen. Waarom niet? Nou, omdat je hersens weten dat je gaat kietelen, gaan ze niet lachen. Het is juist de kunst dat iemand anders gekieteld en vooral onverwachts. Nu de beentruc. Nou, ga op een stoel zitten. Til je been een beetje op en maak met je been een rondje, maar terwijl je dat doet, maak een 6 met je hand en je been gaat opeens de andere kant op. Nou, nu doe het andersom met je been, de andere kant op draaien. Maar nu teken je de cijfer. En nu het bewustzijn verliezen door gewoon je lucht in te houden. Het is fysiek onmogelijk om je adem zo lang in te houden tot je bewusteloos raakt. Want
ja, je reflecten in je lichaam zeggen gewoon, nee, nu ga je ademhalen. En ja, je moet toch ademhalen. Maar je kan wel een beetje vervallen, maar je kan daarna gewoon weer normaal ademen. En het is heel gevaarlijk. Doe het niet thuis. Oké, dank je. Welke van deze dingen kan je wel? Laat het me even weten in de reacties. Laat ook een duimpje achter, abonneren mag zeker ook. Deel het met je vrienden, we doen hem ook genieten. En dan zeggen we altijd, lekker fly mensen, lekker fly.